Hey jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag hebben we jullie weer wat live Call of the Ghost. En vandaag is het Infected op Whiteout. En het is dus episode 5 van Live Alle Game Modus. En dus ook Infected, zoals ik al zei. En het is op Whiteout. En Whiteout is fucked up groot. En Infected is fucked up saai. Vooral omdat er maar 6 man is. Dus hoe we dit gaan doen, dat weet ik echt niet. Want ik denk serieus dat dit gewoon een match wordt van 10 minuten. Want iedereen kan overal in de map gaan verstoppen. Want die map is gewoon zo huge. En we beginnen met een bulldog. Volgens mij is dat standaard. Volgens mij begin je standaard altijd met de bulldog. En eigenlijk zou ik nou op die propeller moeten springen en dan ga je gelijk dood. En volgens mij ben ik infected. Als ik nou naar de kaart kijk, ik span helemaal lonely. Ja, trouwens span er eentje voor mij. Maar waar zou ik heen moeten? Ik zou mijn god niet weten waar ik heen moet. We moeten wel vergapen, joh. Weet je wat de fuck zit? Oké, we gaan naar die teammate toe. Oh, wacht. Hier voor mij zit er eentje. Mocht ik infected zijn, dan knal ik hem in zijn rug. Of van hem van voren, weet je wel. Come on. Oké, ik niet. En zij ook niet. Niet bij je teammates blijven. Dat is een beetje mijn trucje. Scheid aan mijn teammates. Oké, die hebben als eerste dood. Hij had dan gelijk een knife, hè? Ja. Die we hebben scavenger. Krijgen wij specialist perks? Volgens mij niet. Ja, ik weet niet. Ik heb dit ook nog nooit gespeeld. Maar ik neem aan van niet. Denk ik. Ik weet niet of hij mij gezien heeft. Hij moet mij wel gezien hebben. Als hij mij niet gezien heeft, dan is hij ook wel een beetje half. Kom maar. Tada! Nee, serieus, dit is volgens mij best wel saai. Als ik gewoon hier ergens in de hoek ga liggen. Hoezo zijn er ineens 2 infected? Hoe de fuck was dit ineens mogelijk? What the heck? What? Oh, er zijn wel echt 2 infected. Ik dacht serieus dat er nog maar eentje was. Ik dacht, wat doet hij? Maar hij is ineens gewoon weg. En de vet zie ik er eentje lopen. Ik heb geen range. Het is irritant dat we die bulldog hebben. Dat we geen andere wapens krijgen ofzo. En ik moet wel oppassen voor die throwknives. Die mensen hebben meer range dan ik. Want ik heb alleen die bulldog. En die andere mensen hebben ook throwknives. En ik wacht even tot daar iets dichterbij komt. Ik weet niet of hij mij gezien had. Ik hoop het eigenlijk wel. Jesus fuck. Dit is slecht. Terug naar mijn laatste kogel. Dan moet ik oppassen voor mijn rug, want er zijn er 2, hè. Dus we zullen net zien dat die andere ook in mijn rug komt. Tudum. Ik moet niet op deze spot staan waar ik nu ben, want daar ging ik net al dood. Dus ik moet even kijken hoe ik hier wegkom. Ik zag zijn schaduw, ik zat vast. Maar dat was niks. Oh, wacht. Pas op. Dat dacht ik al. Pas op. Nee. Ze hebben tech in ze. Hallo. 7-0 en de match is al bijna afgelopen. Ik zeg het je jongens. Infected is gewoon afgelopen. Het is gewoon dood. Het is niet meer leuk. En het komt eigenlijk simpel zat dat er gewoon nou maar 6 mensen in de game zijn. En er zijn nou maar 2 mensen infected. En het is gewoon niet meer zo'n chaos als dat het was. Het was juist leuk omdat het een chaos was. En er is iemand infected. Oh, dan wordt er random iemand infected als die timer afloopt. Neem ik aan. Denk ik. Ik weet anders ook niet. Ik dacht even dat ik iets zag. Even achter me kijken. Gaan wij er gewoon op af? Wij zijn gewoon kijk, YOLO. Ik zag volgens mij iets, of leek er maar. Nope. Come on. Wat een headshot. Dat was alles behalve een headshot. En daar zag ik 2 enemies. Laat die daar maar mooi lopen. Er zijn er nou 3 infected. Ja. Dus waarschijnlijk als die timer afloopt, dan heeft het te lang geduurd dat er mensen infected zijn geworden. En dan wordt er gewoon waarschijnlijk iemand random gekozen, denk ik. En ik sta 9-0. Als ik hier echt gewoon een campstrike in zou halen, zou best wel erg zijn. Maar ik ga niet vanuit, dus ik speel gewoon YOLO. Het interesseert me niet. En ik snap ook niet waar ik die squad points voor krijg. Want heel veel mensen maken video's over squad points, hoe je die kunt krijgen. Alleen ze kloppen geen van allen. Want ik krijg random squad points en niet door alleen maar te levelen. En weet ik wat al die mensen altijd zeggen. Ze zeggen levelen en challenges. Maar ik krijg ze kei random in een match. Ik heb geen challenge gecomplete. Waar zitten die mensen? Nee. Wow. Who the fuck? Hoe had ik die geowned, die kerel? Wow. Serieus. 11-0. Shit, man. Ik wil dat hier ergens omheen lopen, maar dat lukt niet. Dat is super irritant. Dat heb ik steeds hetzelfde aan. Ik ben een survivor. Hoppakee. Die kerel loopt mij bij. Je krijgt inderdaad geen perks. Dat vind ik echt enorm irritant. Want ik zou heel graag stalker hebben. Maar ja, daar zit het dan niet op. 13-0. Dat is ongeluksgetal, dus wij gaan geheid dood nou. Hoe,
kan het zijn dat die mensen iedere keer net ownen dat ze mij willen naaien? Dat ik dan net wegdraai. Dat is echt fucking baas. Moeten we oppassen, want hier ga ik echt sowieso dood. Ik kan hier nooit lang overleven. Ik heb hier al te vaak de enemies gekillt. Als ze hier gewoon waarschijnlijk terug gaan komen om mij te naaien. Dus oppassen. Daar beneden zak er eentje. Hoppakee. We staan nou 15-0. Het zou toch niet echt, hè? Dadelijk werd het dat ik dan random gekozen word door de game. Nee, dat kan niet. Ik moet hier ook niet in. Woeps, weg hier. Nee, daar moet ik niet in blijven, want die mensen die weten dat ik daar was. Ik was, wacht even bij dat ding. Ik heb het idee dat ze niet weten dat ik er ben. Oh, fuck. Nou zijn er wel meer infected. Nou word ik wel genaaid. Oké, laat dat ding maar liggen. Ik vertrouw daar niet. Ik vertrouw daar niet. 17-0. Er zijn, ja, ik ben een van de weinige survivors, zou ik zo zeggen. Ik ben nog met één persoon over. Ik ben de laatste, jongens. Ik ben de laatste. Ik ben de laatste survivor. Nee! Oh, fuck! De laatste. Ik zit op 21. Dit kan ik nooit overleven, niet op deze spot. Fuck! Yes! Nee! Nee! No way! Ik had hem gehaald, dat is het enige wat telt. Ik heb hem gehaald, jongens. Fuck yes! Ik kreeg niet meer de tijd om in te callen, maar dit was fucking spannend. 25-1. Infected gameplay, Camstrike. De eerste keer dat ik Infected speel. Wow, dat was echt serieus best een epische finale. Ik denk, kan ik hem inkallen? Lukte niet meer, ik werd genaaid. Ja, ik kon toch niet meer. Ik zat vast in die hoek. Ik werd omsingeld door enemies. Maar ja, ik hoop toch dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. En ik denk toch wel dat ik echt een like verdien door die Camstrike. Dus jongens, alsjeblieft geef een like voor die Camstrike. Dat ik hem niet heb kunnen inkallen, dat is een tweede. Maar ik heb hem gehaald en dat is het enige wat telt. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat dus een like achter. En tot de volgende keer. Houden we.